Hallo en welkom bij de podcast De Fraudeur, de Hacker en Jij. Ik ben Alexandre Plouvinage en vandaag wil ik het graag hebben over een vorm van fraude die me wereldom choqueert. Wanneer de rekeningen van onschuldige slachtoffers worden leeggehaald, komt mijn rechtvaardigheidsgevoel naar boven. En in het geval van fraude op datingsites voel ik ook deze call to action. Vandaar deze podcast met dit thema. Ik wil je helpen om niet in de val van datingfraude te trappen. Let's go! Het aantal gebruikers van datingapps en sites is het afgelopen jaar met meer dan 30% gestegen. Velen zien dit als een gevolg van de coronapandemie. Ja, we hebben meer tijd, minder fysiek contact. Wij zoeken andere manieren om andere mensen te blijven ontmoeten. Met andere woorden willen we de eenzaamheid doorbreken. En via een datingapp of via datingsites kan je uit je bubbel treden zonder gezondheidsrisico te nemen. Maar ook de fraudeurs hebben deze evolutie goed begrepen. Wees dus voorzichtig als je deze apps of sites gebruikt. En geloof niet alles wat ze je vertellen. Het aanmaken van een online account op een dating app of site is eenvoudig. Iedereen kan het doen gewoon met een e-mailadres. En daarom is het maken van een nep profiel net zo makkelijk. Eens een nep profiel aangemaakt, gaan de oplichters op zoek naar een slachtoffer. En volgens een studie van de British Psychological Society zijn emotioneel gevoelige mensen vatbaarder voor dit soort van fraude. Nee, het is niet zo moeilijk te raden en fraudeurs weten dit ook. Ze zijn op zoek naar het perfecte slachtoffer. Liefst iemand die er financieel goed voor staat. Daarom zullen zij in de profielinformatie zoeken naar tekenen van rijkdom. Zo hoeven ze geen tijd te verspillen aan personen die niet kunnen bieden wat ze zoeken. Geld. Voor hen is tijd ook een belangrijke factor. Maar in deze vorm van fraude kan het soms weken, zelfs maanden duren voordat er geld mee gemoeid is. Gedurende al deze tijd zal de oplichter een sterke band met het slachtoffer opbouwen. Al informatie die wordt gedeeld zullen ze gebruiken om de emotionele band te versterken. Eenmaal er die sterke band is, zal zelfs iemand die ook dicht bij een slachtoffer staat, bijvoorbeeld een familielid of een heel goede vriend, het zelfs moeilijk hebben om het slachtoffer van de schadelijke relatie te overtuigen. En dan komt er het thema geld. Daar zijn er tientallen verhaallijnen. Van het verhaal van de ziekenhuisrekening die nog moet worden betaald of vervoerskosten die zullen gemaakt worden bij het komende bezoek aan elkaar, of het verhaal waarin de date opbiecht dat hij of zij onrechtvaardig financieel verlies heeft geleden. Allemaal zo overtuigend dat het slachtoffer zelf zal aanbieden de nodige bedragen te lenen of te betalen. Tot overmaat van ramp helpt het feit dat wij door de huidige coronamaatregelen thuis zitten en niet kunnen reizen, de fraudeur. Ze hebben een kant-en-klaar excuus om de online discussie te rekenen en slachtoffers te maken. En helaas is het vaak te laat als het slachtoffer zich van het bedrog bewust wordt. Je best wapen tegen die soort emotionele manipulatie is je gezond verstand. Helaas bespeelt de oplichter de gevoelens van zijn slachtoffer en komt die gezond verstand in gevaar. En hoe meer informatie het slachtoffer over zijn gevoelens deelt, hoe meer de oplichters hun verhaal kunnen verfijnen. Ja, hetzelfde is mij overkomen. Het is ongelooflijk, toch? Ik zou dat iemand als jou nooit dan kunnen doen. Ha, ik begrijp je volkomen. Medeleven en goed luisteren zijn hun beste wapens. Maar laat me je helpen. Er zijn manieren om verdachte tekenen over de identiteit van een persoon te identificeren. En daarvoor moeten we wat Sherlock Holmes spelen. Nee, het is geen gebrek van vertrouwen.
maar voorzichtigheid. Laten we eens eerlijk zijn, als we deze persoon nog nooit hebben ontmoet, hoe kunnen we er dan zeker zijn dat hij of zij is wie hij of zij zegt dat hij of zij is? Toch? Je kan je eerste controle op social media doen. Heeft hij of zij een Facebook of een Twitter of een Instagram, misschien een TikTok-account? Want geen accounts op social media is mogelijk, maar wel vrij zeldzaam. Een ander gegeven is het aantal berichten, het aantal vrienden en het aantal mensen die hem of haar volgen. En een recent geopende account kan betekenen dat deze samen met het profiel op de datingapplicatie is aangemaakt. Een account die nog niet veel volgers heeft, maar die veel mensen volgt, is verdacht. Als er geen publicatie is, wordt dit account alleen gebruikt om te lezen wat anderen zeggen of doen. En het is dus vissen naar informatie. Als het niet iemand is dat je persoonlijk kent, kun je je beter uitschrijven. LinkedIn, het professionele social media netwerk, is ook een geweldige plek om de geschiedenis van de contactpersoon te bekijken. Als hij of zij zegt dat hij of zij voor een bepaald bedrijf werkt, vind je deze informatie normaal gezien vaak op zijn of haar LinkedIn-account. En het laatste element dat je kan bekijken is de profielfoto. Want de bedrieger zal nooit zijn echte gezicht als profielsfoto plaatsen. Als het profiel nep is, dan is de foto dat ook. Google heeft een tool gemaakt waarmee je een afbeelding kan testen om na te gaan waar deze vandaan komt. Als de foto van op internet komt, dan is er de kans groot dat je er elders op het internet sporen van zal vinden. Beginnend met de Facebook-account van de echte eigenaar. Ik zal de link naar de Google-tool die ik net genoemde in de beschrijving van deze aflevering zetten. Volg je buikgevoel, een profiel dat niet past, is even verdacht als een profiel dat te perfect is. En soms worden er ook tegenstrijdigheden duidelijk in het gesprek datingpartner. Deze elementen mogen extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld als je gesprekspartner je voorstelt om de datingapplicatie te verlaten en verder te praten via een andere platform, bijvoorbeeld WhatsApp. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, als je gevraagd wordt geld te lenen, waarvan je uiteraard wordt beloofd terugbetaald te worden. Ga er ook niet op in als ze je om je bankgegevens of creditcard vragen. Doe dit nooit, alsjeblieft. We weten dat je soms al maanden met deze persoon praat, dat deze je vertrouwd is, maar toch ken je hem of haar niet in het echt. Het verschil is groter dan we denken en het vertrouwen kan je veel geld kosten. Sommige mensen hebben door dit fraude aanzienlijke bedragen verloren. En ik praat over tienduizenden euro's. Dus het is geen grapje. Wees super voorzichtig, alsjeblieft. Als je merkt dat er ergens iets niet klopt en je nog geen geld of bankgegevens heb overgemaakt, verlaat dan direct het gesprek. Ik raad ook aan om niets tegen de persoon te zeggen en zijn berichten te blokkeren. Nu, als je wel al geld hebt overgemaakt, neem dan onmiddellijk contact op met je bank. En als je creditcardinformatie hebt gegeven, blokkeer je kaart. Door snel te reageren is het soms nog mogelijk om een deel van het geld terug te krijgen. Wij weten ook dat wanneer je deze fraude overkomt, je uit schamer niet over wilt praten. Maar toch moet je zo snel mogelijk reageren. Ik bedoel, vertel het ook aan iemand die je vertrouwt. Want naast de financiële gevolgen mag je ook de psychologische impact van deze manipulatieve fraude niet onderschatten. Vraag om hulp. Je bent niet alleen. Want helaas, anderen hebben het al
meegemaakt. En anderen zullen het spijtig genoeg nog meemaken. Door je verhaal te vertellen, kun je ook andere slachtoffers waarschuwen en hen helpen zichzelf te beschermen. En belangrijk, waarschuw ook het online datingplatform over het bestand van dit nep-profiel. Zo kunnen zij die profiel blokkeren en andere slachtoffer voorkomen. Hier zijn we aan het einde van deze aflevering. Voel je vrij om het te delen met iedereen die zou kunnen profiteren van deze datingfraude-waarschuwing. Voel je ook vrij om je te abonneren op mijn podcast. Activeer de alert als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwe aflevering en laat een reactie achter. Of beoordeel deze aflevering als je hem goed vond. Het helpt mijn werk te promoten. Ik wens je een heel fijne dag en tot ziens in de volgende aflevering van De Fraudeur, De Hacker en Jij.